Het boven Suriname gebied in Sipaliwini heeft met de hoge waterstanden geen mogelijkheid tot vuilophaal. Districtscommissaris in DP Dingen zegt dat er dringende hulp nodig is om dit probleem te verhelpen. Dingen zegt dat dit niet alleen het probleem is in Atjoni, maar ook de dorpen opwaarts kampen met dezelfde omstandigheden. De burgervader wijst erop dat de vuilwagens de plekken waar ze het vuil moeten ophalen niet kunnen bereiken vanwege de wateroverlast. Een oplossing kunnen de bewoners van dit resort niet vinden in de vuilverbrandingsoven te Atjoni, omdat deze niet werkt. Zo, vanaf ik hier aan aangekomen ben, heb ik het zo zien staan, volgens de vernomen, is de capaciteit van de elektriciteit niet voldoende om alle vuilen te verbranden. Het moeten plastieke vuilen zijn, maar wat we hier hebben zijn huisvuil en alles. Dat is moeilijk om te verbranden. We zijn bezig met een ander lokaal om te kijken voor het dumpen van vuil. Maar zover zijn we nog niet. Het waterstand is nog steeds hoog. In bepaalde plekjes ga je niet makkelijk aankomen nu. Districtscommissaris Dingen benadrukt dat er hulp nodig is, zodat het vuil kan worden opgehaald in zijn bestuursresort. Er moeten mogelijkheden worden bekeken hoe er met belanghebbenden kan worden gewerkt aan een oplossing. We willen graag ook deskundige hulp nodig voor het samen bekijken hoe we die gezamenlijk kunnen aanpakken. Niet alleen op Atjoni, maar ook het hele boven Suriname gebied zie je met plastic vuilen. En het moet opgeruimd worden, maar wij als commissaris of commissariaat kunnen het niet alleen doen zonder hulp van anderen. Dus we vragen bij deze iedereen om een handje te geven om het gebied schoon te houden. Dingen hoop dat zowel met de autoriteiten als de lokale gemeenschap kan worden gewerkt naar een goede oplossing om het vuil op te halen.